Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een nieuwe trendeditie van Essence uittesten. Namelijk, Pink is the New Black. Deze collectie ligt momenteel nog in de winkel. En ik moet zeggen, ik heb het idee dat hij niet zo heel hard verkocht wordt. Want hij ligt er nog best wel in grote getalen. Het is een collectie met voornamelijk lipproducten. En ik heb een aantal producten uit de collectie gekocht, dus ik ga je de producten laten zien. Ik zal je wat meer informatie geven over deze collectie en we gaan ze uiteraard uitproberen. Dus mocht je benieuwd zijn naar de collectie en de producten, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik heb het persbericht er even bij gepakt en ik ga eventjes kijken wat Essence zelf over deze collectie te zeggen heeft. Eigenlijk willen ze zeggen dag zwart en hallo roze, want zwart is eigenlijk altijd trendy, maar soms hebben we een kleurrijk roze statement nodig om ons alledaagse leven meer kleur te geven en ook om unieke blikvangers te creëren. Daarom vindt Essence dat het tijd is voor kleurverandering en zijn eigenlijk de producten van zwarte texturen, maar die reageren dus op de pH-waarde van je huid. Dus de producten zijn dan zwart, maar als ze in aanraking komen met de huid, worden ze dus roze. Dat is eigenlijk wat Essence er zelf over te zeggen heeft. Naast de producten die ik gekocht heb, hadden ze ook nog kwasten en een sponsje. Die heb ik beide niet gekocht. Oh ja, en kliknagels, die heb ik ook niet gekocht. Want dat gebruik ik gewoon niet, dus die dingen heb ik niet aangeschaft. Ik zal de prijs even van de producten in beeld neerzetten. Eén ding wil ik wel even laten zien, die ga ik niet gebruiken. Dat zijn de stickertjes, die ga ik later nog een keer gebruiken. Dit zijn nagelstickers en die veranderen dus ook van zwart naar roze. Zodra ze in contact komen met hitte. Dus ik denk dus, als je deze aanbrengt en je zou je handen wassen met warm water, dat de stickertjes roze kleuren. Maar zodra ze dus ook weer afkoelen, worden ze gewoon weer zwart. Dus dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ik heb wel eens gehad met nagellak die reageerde op hitte, maar nooit met nagelstickers. Dus nou, dat ga ik gewoon eens proberen. Ziet er leuk uit. Hij heeft ook de naam 01 Waterpink gekregen. Dus die hebben ze ook. Dan heb ik de Color Changing Lip Tint. En dat is deze. Hij stelt het niet heel lekker scherp. Omdat dat zwart, dat roze en zwart, dat is niet een hele fantastische combinatie voor de camera. Hij heeft dus een zwarte kleur. Hij zou dus veranderen in roze. Hij heeft een super zachte, romige textuur. Zoals ik hem waarschijnlijk zo ga zwartsen, zal die zwart zijn. Maar zodra die dus mijn lippen raakt, zou die roze worden. Hij zou ook een glanzende finish creëren met een verrassend effect. Dus ik ben heel benieuwd. Deze heeft de naam 01 Pink Lips Loading gekregen. Wat ik wel een hele leuke naam vind. Ik ga het wel gewoon zwartsen. Maar ja, ik denk dat we daar nu niet zo heel van hebben. Het is meer een beetje grijs-zwart, zeg maar. Je ziet hier en daar wel wat roze. Het is de applicator. Inderdaad, als ik hem op mijn hand swatch, heeft hij een raar kleurtje, zoals je kan zien. Dus ik ben wel benieuwd wat hij doet straks op de lippen. Dat vind ik dan toch wel heel spannend. Van, wordt het ook echt mooi roze of is het een kleur roze waarvan ik denk van, nou, dat vind ik helemaal niks. Dat kan natuurlijk ook. Oh, dat is wel heel grappig. Ik veeg hem nu even weg, omdat ik meer wil swatchen en dan kleurt hij al een beetje roze. Nou, ik ben wel heel erg benieuwd. Dan hebben we ook de Color Changing Lip Glow. Dat is deze. Dit is dus een product die ook eigenlijk semi-transparant is, maar wel een heel licht roze kleurtje zo achterlaten. Hij heeft ook fijne glitterdeeltjes. En je zou er glow van krijgen. Als je hem ook bekijkt, zie je inderdaad dat hij zwart is. Als je heel goed kijkt, zie je ook glittertjes. Nou ja, het zwartje gaat waarschijnlijk weer hetzelfde zijn. Ik denk niet eens dat je dit gaat zien. Ik heb hem hier geswatcht, maar daar zie je niet zo heel veel van. Dus dat is niet heel interessant, denk ik zo. Met zijn swatch weet je wat het op de lippen gaat doen natuurlijk.
Dan heb ik de Color Changing Blush. En deze vind ik zelf best wel een beetje spannend, want die ziet er zo uit. Heeft de naam 0112 Pink gekregen. Ja, dit is dus een blush die een zwarte formule heeft en die dus ook roze zou kleuren op de huid. Hij zou een zachte mauve roze finish geven met een natuurlijke glow. De textuur zou romig, zacht, smeltend en gemakkelijk te blenden zijn. Nou, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Hij ruikt wel heel lekker. Een beetje aardbeiengeur komt er vanaf. Zo ziet het eruit. Dus ik ga er nu even... Oeh, dat voelt heel gek. Je ziet hem ook niet op mijn vinger. Ik heb hem op mijn vinger aangebracht. Je ziet hier niks van. Nou, dat zwartje dat is niet echt een heel hoog ding, zie ik al wel. En het laatste wat ik heb, dat is een lip and cheek balm. Die kun je dus ook op je wangen gebruiken. Maar dat vind ik eigenlijk een beetje dubbel, omdat je dus al een blush hebt. Nou, ik vind de verpakking heel leuk. Het is een zwarte diamant. Ja, het is dus een 2-in-1 product. Die ook een ware blikvanger zou zijn in je make-up tas. Hij heeft een zwart-grijze textuur. En ja, die dus verandert in een roze kleur. Hij zou makkelijk aan te brengen zijn door de ronde vorm. Je lippen worden ook nog gevoed. En je wangen zouden een natuurlijke gloed krijgen. Ja, ik ben wel heel benieuwd. Ik ga hem alleen op mijn lippen aanbrengen. Want ik heb ook die blush en dat vind ik dan een beetje dubbel op. We kunnen niet alles dubbel doen. Dus ik zal jullie een beetje inzoomen. En dan gaan we ook beginnen met de lippenbalsem. Of lip and cheek balm eigenlijk. Ik heb hem ook nog niet geswatcht, bedenk ik me nu. Hij ziet er dus zo uit. En ik heb hem nu even aangebracht. En je ziet hem wel. Je ziet hem wel gelijk. Ik ga hem nu aanbrengen op mijn lippen. Ja, voelt wel lekker aan. Heeft een lekker geurtje. Een beetje vanilleachtig, een beetje heel zoet. Ik ga dit gewoon even laten intrekken. En dan gaan we de blush aanbrengen, want daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar geworden. Zo, ik heb mijn haar even weggehaald. En dan ga ik gewoon beginnen met de blush dus aan te brengen. Ik heb wel even voor de zekerheid een kwastje erbij gepakt, want ik weet niet of dit heel lekker gaat zijn met blenden. Maar ik ga het gewoon aanbrengen. Zie je dit? Ik heb niet echt het idee dat hij heel erg mooi tot zijn recht komt of zo. Ja, ik breng gewoon wat laagjes aan. Misschien moeten we het ook even de tijd geven om echt tot zijn recht te komen. Misschien dat ik uiteindelijk zelf de lip en die lippenbalsem echt lip- en wangenbalsem nog wel ga aanbrengen hoor. Maar dat doe ik dan alleen niet in deze video. Ik zie niet zo heel veel gebeuren alleen. Dat vind ik lastig. Ik ga het gewoon eventjes laten zitten zo. Het heeft ook niet zo heel veel zin om er nog meer op te brengen. De lippenbalsem die wordt wel echt heel mooi roze, vind ik. Ik vind hem wel echt er heel mooi uitzien. Voelt ook wel heel fijn aan. Ik ga hem er alleen nu wel even afhalen. Omdat ik dus nu deze zeg maar aan wil brengen. Die glow stick. En dan gaan we even kijken wat die doet. Even kijken wat ermee gebeurt. Nou, die ga ik ook eventjes laten intrekken, zodat hij goed tot zijn kleur recht kan komen. En dan ga ik intussen eventjes mijn highlighter aanbrengen op mijn gezicht. En dan kunnen we daarna even kijken wat deze stick doet voor mijn lippen. Oké. Er is even wat overheen gegaan, zeg maar, wat tijd om te kijken of de kleur mooi tot zijn recht komt. Maar ik vind hem wel heel subtiel. Ik vind dit wel heel zacht. Ik vind het meer een natuurlijke kleur dan dat ik denk het is echt heel, heel roze. Dus die had van mij intenser mogen zijn. Ik ga hem eraf halen.
Dan gaan we het laatste product aanbrengen. En dat is die Changing Lip Tint. En daar ben ik wel heel benieuwd naar ook. Ik hoop dat die iets meer doet. Oké. Ik zal eventjes mezelf verder gewoon helemaal klaarmaken. En dan kunnen we daarna zien hoe de kleur er echt helemaal uitziet. Oké, de lip tint die zit er nou alweer eventjes op. En ik moet zeggen, ik vind die kleur wel echt heel erg mooi tot z'n recht komen. Dus die vind ik wel echt heel erg leuker uitzien. Oké, alle producten zijn inmiddels getest. Dus even tijd om ze even te bespreken. Die lip en cheek balm. Op de lippen vind ik de kleur echt wel heel erg leuk uitzien. Ik vind het, hij komt mooi tot zijn recht met roze. Ik weet natuurlijk nog niet echt of die gaat verzorgen, want daar heb ik hem te kort voor gedragen. Maar die vind ik echt wel heel erg leuk. En ik denk dat ik hem ook nog wel wil gaan proberen op mijn wangen. Want als die op de lippen er goed uitzag, misschien dat het op de wangen ook wel wat doet. Dus die vind ik, in ieder geval voor de lippen vind ik hem top. Die Color Changing Lip Glow vind ik iets minder. Ik vind het echt wel heel erg mager, zeg maar. De kleur die die achterlaat, het wordt een beetje roze. Maar het is niet dat ik denk, het spat ervan af. Ja, die had van mij iets intenser mogen zijn. Vind ik daarom ietsjes minder, omdat ik zelf gewoon hou van wat intensere kleuren. Ja, die Changing Blush, ik weet het niet, jongens. Uiteindelijk zie ik echt wel wat dat er is gebeurd op mijn wang. Maar ik vind het niet om van de daken te schreeuwen dat je nu denkt, zo, jij hebt een blush op. En ik hou toch wel ervan als een kleur echt wel een beetje mooi tot terecht komt. Ik zie het gewoon niet echt. Ja, je ziet het, maar het is licht, weet je. Dat voor mij gewoon iets donkerder mogen zijn. En dat vind ik gewoon jammer. Dus die vind ik ook iets minder. De lip tint daarentegen, die vind ik dus fantastisch. Die zie je gewoon echt heel erg mooi op mijn lippen zitten. Ik vind de textuur niet echt romig. Want ik denk wel dat als ik hiermee ga drinken of eten, dat ik hem zo kwijt ben. Hij gaat niet lang blijven zitten, dat voel ik gewoon al. Wel geeft hij een mooie glow, maar je voelt hem wel gewoon echt zitten. Dus de textuur, die klopt niet helemaal die erbij opgeschreven wordt. Maar de werking van het product, die is in ieder geval wel heel goed. Nou, dan waren dit dus de producten die ik met jullie wilde uittesten. Ik ben eigenlijk benieuwd of jullie wat van deze collectie hebben gekocht of dat je hem hebt laten liggen. Misschien denk je in aanleiding van deze video, het is misschien nog wel iets wat ik zou willen proberen. Maar ik vind de ik heb gewoon wel eens geslaagdere collecties gezien van Essence. Ik bedoel, het idee is hartstikke leuk, maar toch, ik denk toch dat de pH-waarde met de huid in aanraking met dat zwart, dat het gewoon niet heel erg lekker werkt. Ik hoop in ieder geval dat je het toch leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat de rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!